De zee geeft en de zee neemt. Dat is een aloud gegeven. Maar soms doet de zee het allebei. En dat is het geval als een van haar vele slachtoffers ergens op een stille kust weer aanspoelt. De eilanders weten wat het betekent als ze een verdronken zeeman op het strand vinden. Het is een dolende ziel van een drenkeling die vermoeid de rust van een stil graf zoekt. Elke jutter die op strand naar buiten zoekt, weet dat hier ook een verplichting bij hoort. Het lichaam van de drenkeling langs de vloedlijn moet geborgen worden. De ziel van de dode heeft recht op rust. De zee mag haar niet weer opslokken. Iedereen op de eilanden kent het verhaal over een man die tijdens het jutten voorrang gaf aan de buit op het strand, in plaats van het in veiligheid brengen van de aangespoelde drenkeling. En dat hij dan bij terugkomst met een kar vol gevonden spullen tot zijn grote schrik ontdekt dat de zee het arme slachtoffer weer tot zich genomen heeft. Het lot van een jutter is dan bezegeld. Als straf voor zijn hebzucht zal het noodlot ook in zijn leven op een verschrikkelijke manier toeslaan. Lange tijd werden drenkelingen achter de vloedlijn of ergens in de duinen begraven. Maar door zandverstuivingen of door duinafslag kwam het vaak voor dat dit provisorische graf slechts tijdelijk bleek te zijn. Daarom beijverde een aantal schiermonnikoogers zich voor een geschikte plaats waar ze aangespoelde drenkelingen, bekend of onbekend, een laatste en blijvende rustplaats konden bieden. Een belangrijke voortrekker daarbij was Sake van der Werf, voormalig zeeman, plaatselijk politieagent en later de eerste eigenaar van het nu beroemde hotelrestaurant Van der Werf. In 1906 kreeg het eerste slachtoffer van de zee, volgens Van der Werf een bejaarde Engelse visserman, een laatste rustplaats waar nu de drenkelingenbegraafplaats Vredenhof is. Sake van der Werf heeft zich zijn hele leven lang ingezet voor deze laatste dienst aan de ongelukkigen die de zee op de stranden van Schiermonnikoog achterliet. Hij zorgde ervoor dat er een huisje kwam waar de drenkelingen opgebaard konden worden. Door zijn contacten als bekende hotelhouder kon hij ervoor zorgen dat Vredenhof een begrip werd, zowel bij het publiek als bij de instanties. Met het verdwijnen van de zeilvaart en de komst van steeds beter gemotoriseerde schepen nam het aantal schipbreukelingen af. Maar er kwam een grote groep andere drenkelingen voor in de plaats. Tijdens zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog zorgde de strijd op zee en in de lucht ervoor dat een grote nieuwe groep slachtoffers op het strand van Schiermonnikoog aanspoelde. Op bevel van hogerhand, vanaf grote afstand en anoniem, moesten die Engelse, Franse en Duitse jonge mannen elkaar van het leven beroven. Maar Vredenhof toont je de waanzin van de oorlog. Hier liggen vriend en vijand broederlijk en in vrede bij elkaar.